Deze week gingen basisonderwijs en voortgezet onderwijs weer van start. En vanaf komende week volgen mbo, hbo en universiteiten. Hoe gaan ze op de scholen om met die gevaren van corona? Zijn de scholen tikkende tijdbommen? Of hoeven we ons als leerlingen en ouders en misschien wel de rest van de maatschappij geen zorgen te maken? In de studio is Trudy Vos, is lid van het college van bestuur van ROC van Twente. Trudy, goedemiddag. Goedemiddag. Heb je de afgelopen tijd wel eens wakker gelegen van het heropenen van het ROC aankomende week? Nee, nou, wakker gelegen niet. Maar wel natuurlijk me zorgen gemaakt. Van we hadden natuurlijk heel erg verwacht van nu zijn we een stukje verder in corona. De cijfers dalen. En het blijft dalen. Dus wij hoopten heel erg dat wij tot de herfstvakantie met 1,5 meter onderwijs, zo noemen wij dat inmiddels, te maken zouden hebben, dus offline in combinatie met online. En dat we na de herfstvakantie weer terug konden naar het normale, zeg maar. Ja. Want ja, de bedoeling van beroepsonderwijs is natuurlijk niet dat het allemaal online plaatsvindt. Is vooral vaak ook praktisch gericht. Ja, precies. Ja. Dus dat is best een uitdaging. Maar wat gaat er dan nu eigenlijk precies gebeuren bij het ROC? Gaan gewoon maandag de deuren, de hekken weer open en wordt gewoon alles komen alle leerlingen weer fysiek op de school? Nee. Nou, wij hebben eigenlijk meteen al in het begin zijn we vrij snel gestart weer. Wij zijn in de maanden mei en juni zijn wij al stap voor stap dingen gaan doen. Want we zaten met examinering en niet alles kon online. Dat wat online kon, dat hebben we natuurlijk online gedaan. Mm-hmm. Maar dat wat niet online kon, moest in de lokale. Dus dat hebben we ook steeds gedaan. En zo zijn wij stap voor stap zijn we wel een beetje gaan inoefenen. Van wat werkt nou? Hoe ga je nou looproutes inrichten? Hoe zorg je er nou voor dat iedereen zijn handen even desinfecteert aan het begin? Ja. Hoe richt je die lokalen in? Hoe werkt dat met bijvoorbeeld een koksopleiding die examen moeten doen? Nou, spatschermen ertussen, et cetera. Nou, is dat inmiddels goed genoeg geregeld? Voor zover wij het kunnen nu inschatten, denken wij wel. Wij hebben gezegd, we moeten voor zorgen dat we tot de herfstvakantie hebben vrij snel besloten dat wij ons houden aan die combinatie van online-offline onderwijs. 1,5 meter hadden we ons op voorbereid. Dat betekent dat we 20%, 30%, misschien 40% van studenten kunnen bedienen in de offline omgeving, dus gewoon in de school. Maar de rest zal online moeten. Ja, en dat komt heel wat creativiteit bij kijken. En in die zin, die tekeningen van Fransje, daar heb ik ook hartelijk om gelachen. Ik herkende haar net ook al meteen. Want ja, dat is super herkenbaar natuurlijk. Ja, wat is dan precies herkenbaar? Nou, kijk, het was natuurlijk warm. En wat vooral herkenbaar is dat docenten met jonge kinderen thuis moeten zorgen dat ze zo goed mogelijk online lesgeven. Mm-hmm. En dat valt natuurlijk niet mee. Want je wordt ook geacht je kinderen te begeleiden. Omdat die ook online les kregen. Ja. En ondertussen moet jij zelf ook lesgeven. Je moet echt 1000-poot zijn. Ja, je moet echt 1000-poot zijn. Gelukkig zijn docenten daar goed in, over het algemeen. Om 1000-poot te zijn. Ik ben zo trots op al die docenten. Ik vind het super knap. Maar de komende week gaat dus wel weer 60% van de mbo-scholieren van het ROC gaat gewoon weer offline, zeg maar, fysiek naar die school. Nee, online. Wij hebben gezegd, ja, ga ervan uit dat je 1,5 meter, dat betekent dat je ongeveer 30% kunt bedienen. 30% dus in de school maar zelf. Maar je moet je ook wel even voorstellen, ons onderwijs is een combinatie van op school leren en in de praktijk leren bij een bedrijf. Mm-hmm. Dus wij hebben natuurlijk sowieso al veel studenten die de dagopleiding bestaat al uit gemiddeld zeg maar 1 dag stage per week. Dus dat is al 20% natuurlijk. En dan heb je ook nog de studenten die 1 dag per week theorielessen volgen en 4 dagen per week in een bedrijf werken. Dus bij ons is het altijd al een combinatie. Maar hoor ik je dan zeggen dat eigenlijk leerlingen, ouders, maar ook de rest van de maatschappij zich in principe geen zorgen hoeft te maken over eventuele besmettingshaarden op een mbo-school. Want laten we wel wezen, er is de afgelopen tijd best wel wat te doen geweest over jongeren die gewoon moeite hebben, laat ik het dan zo zeggen, met het houden van die regels. Ja, dat is ook heel moeilijk. Het is super moeilijk. Als je je voorstelt dat het voortgezet onderwijs
mag iedereen normaal naar school. Hè? Hoeven ze zich niet te houden aan anderhalve meter. Nou, daar zitten natuurlijk ook 16, 17-jarigen. Die 16, 17-jarigen hoeven zich ook niet te houden tot die anderhalve meter. Dat is afgesproken. Hè? Tot 18 mag je gaan en staan waar je wilt. Maar bij ons in school moet iedereen anderhalve meter. Ook de 16 en 17-jarigen. Nou, dat is best wel moeilijk uitleggen uiteraard. Maar dat proberen we wel, doen we wel. We lopen rond. Ja, ik weet je, ik kan nooit 100% zekerheid geven. Is ook een beetje king wat wordt dan? Misschien wel. Of niet? Is het ook gewoon zeg maar de komende maanden gaan en kijken of het lukt? Niet helemaal dat. Kijk, ik kan geen 100% zekerheid geven, maar we doen alles wat we kunnen doen. Mm-hmm. En alles wat we met elkaar ook afgesproken hebben, hè, via wat het kabinet ook aangeeft. Ja. Dus dat doen we echt allemaal zo goed mogelijk. En daar spreken we elkaar op aan. Het is niet eenvoudig, soms vergeten we het even. Nou, daar spreken we elkaar op aan. We hebben ook gezegd, ja, iedereen die zich een beetje niet lekker voelt thuisblijven, dat geldt zowel voor studenten als voor medewerkers. Nou, dat is natuurlijk logisch. En we hebben ook gezegd, diegenen die op vakantie zijn geweest in oranje of rood gebied, ik hoef het niet meer toe te lichten, ik geloof dat heel Nederland weet wat ik absoluut bedoel nu. Ja. Dan vinden we wel dat je in quarantaine moet. Ja, en er wordt ook op vertrouwd dat dat gebeurt. Ja, en daar spreken we gewoon elkaar op aan. Ik zeg denk ik ook dat de meeste leerlingen dan denken, prima, ik ga wel eventjes 14 dagen in quarantaine. Zo simpel is het niet, want dan worden we ze wel geacht om online hun werk te doen. Okay. En dan is dat prima. Ja, dan zien we dat inderdaad door de vingers. Melden ze zich niet online, dan gaan we dat melden. Dan gaan we dat noteren. In die afgelopen maanden zijn er best wel wat leerlingen geweest die ook bijvoorbeeld hun stageplek niet meer goed konden bereiken, omdat de stageplek een regeling had van thuiswerken of examens die moeilijk gedaan konden worden. Zijn die problemen allemaal opgelost tot nu toe? Of zijn er nog steeds losse eindjes? Dus er is heel, heel veel opgelost. Het is echt, ik ben in die zin ontzettend trots op de organisatie, want iedereen heeft zijn schouders eronder gezet. Ervoor in ieder geval voor gezorgd dat de studenten hun studieloopbaan konden vervolgen. Dus degene die naar Saxion gaan, veel studenten, hè, na afloop van het MBO, van MBO 4 diploma, met een MBO 4 diploma naar Saxion. Mm-hmm. Daar hebben we een prachtig programma opgezet, samen met Saxion. Een 100 dagen programma, waarin 200, 300 studenten hebben deelgenomen, die alvast konden beginnen bij Saxion. En met het idee, ja, als je dan nog stukjes over hebt in stage of zo, ja, dan heb je daar ruimte voor in dit najaar. Was er wel allemaal een beetje op gericht dat we nu in een iets andere situatie zouden zitten. Ja. Maar het is wel zo, examinering, dat is allemaal goed gegaan. Er zijn weinig open eindjes. Dat wat er nog moest gebeuren aan stages, ja, daar hebben we ook wel wat voor ons uitgeschoven. Maar het gold niet overal, hè? Want de bouw bijvoorbeeld ging volop door. Ja, oké, okay, maar we hebben het dan over de gebieden waar het wel geldt en waar het misschien nog steeds wel geldt de komende maanden. Nee, dat is ook zo. Dus dat blijft wel, lijkt me een vrij lastig vraagstuk dan voor het ROC. Dat is ook een lastig vraagstuk. Daar staan wij niet alleen voor. Want wij wij werken samen met het bedrijfsleven heel intensief in het kader van, dat is een aparte organisatie voor, SBB, samenwerken beroepsonderwijs en bedrijfsleven. En daar zijn mensen die de bedrijven accrediteren voor stage. Dus die helpen ons ook wel met stages zoeken. Mm-hmm. Dus op het moment dat wij zeggen, we hebben een enorm knelpunt op een bepaald domein, dan gaan zij samen met ons knokken om te kijken, hoe kunnen we dat anders organiseren? Of hebben we bedrijven te vinden? We hebben ook een campagne nu lopen, hè, van ja, meld je alsjeblieft als stagebedrijf. Want ja, die jongeren, die moeten gewoon door kunnen. Ja. En we zijn ook creatief geweest. We hebben ook stageplekken gewoon georganiseerd in de eigen organisatie. Ja. Wordt er soms ook wat meer door de vingers gezien in deze tijd, omdat het gewoon wat moeilijker is? Ik bedoel, dat hebben we natuurlijk bij de middelbare schoolscholieren uiteindelijk wel. Die hebben geen examen hoeven doen. Dat is voor een aantal, denk ik, heel positief geweest. Geen centraal examen. Dat klopt. Nee, want niemand wil dat er een generatie straks van school gaat met een zogenaamd coronadiploma. Wij willen allemaal dat ze gewoon wel met een diploma de instelling kunnen verlaten en door kunnen naar hun volgende stap. Dus daar zijn niet zoveel concessies op gedaan. Nee, sterker nog, ze zijn daar wel vrij precies in geweest, maar ook creatief. Ja. Nou, de komende tijd gaan we het zien. De besmettingen lopen wel weer iets op. Hè? Dus ik kan me voorstellen dat er toch wel wat met geknepen billetjes soms wordt gekeken naar van, oh, hoe gaat het nou gaan? De afgelopen tijd hebben jullie soms alweer fysiek lesgegeven in de school. Bijvoorbeeld ook leerlingen die niet door bijvoorbeeld problemen thuis of wat dan ook, gewoon op de school les moesten krijgen. Wat zijn dan wat jullie betreft? Trouwens ook voor de docenten. Wij hebben steeds gezegd, de gieterij in Hengelo,
hebben we steeds open gehad. Omdat we zeiden, ja, de docenten zoals Fransje, dat we die ook best, dat die ook best een plekje in de gieterij konden zoeken. Want die gieterij is zo gigantisch groot. En daar maakten mensen ook echt dankbaar gebruik van. Ja, ja. Maar het aantal, want toen was het denk ik een luttel aantal procenten. En nu is het toch die 30-40% die dan weer echt offline, fysiek terugkomt in de school. Wat vormen dan de risicoplekken? Hebben jullie die in kaart? Nou, kijk, weet je, op het moment dat ze in een lokaal zitten, gaat het wel. Want dan heb je de opstellingen correct. We zorgen voor zo weinig mogelijk traffic. Hè. Dus ze blijven op de plek. Eventueel wisselen docenten van lokaal. Dat doet het voortgezet onderwijs ook. Hè. Dus maar die logistiek... Dat is een beetje de drill. Ze blijven in het lokaal. Ja, ja. En de logistiek is natuurlijk wel een uitdaging. Want ja, gaan jongeren ook echt die anderhalve meter hanteren... Mm-hmm. als ze zo door de gangen lopen? Bijvoorbeeld. We hebben wel mooie bewegwijzers. Hoe hameren jullie daar dan eigenlijk op? Hoe zorgen jullie dat? Als je bij ons binnenkomt, dan begint het al met zo'n plakkaat wat jullie hier ook hebben hangen natuurlijk. Van wat je allemaal moet doen. Ja, maar heel eerlijk hè. Ik denk dat die plakkaten, inmiddels zijn mensen er al een soort van Oost-Indisch blind voor geworden. Ja. Maar wij hameren er wel op. Wat wij zien, tot nu toe, hè, maar ik kan nog niet helemaal voorspellen, want ja, maandag begint het allemaal weer. Maar wat wij hebben gezien, dat in school gaat het best wel. Spreek je elkaar aan. Mm-hmm. En ook met een grapje. Goh, je weet wel hoe lang anderhalf meter is bijvoorbeeld. Hè? Dus dat gaat best redelijk. Het probleem is buiten de school. Ja, ja. Want je loopt naar buiten en voor je het weet, dan... Maar goed, daar is de politie ook weer aan zet, denk ik. Dat is buiten Dat vind ik eigenlijk... Beetje too much. Eigenlijk zou ik willen voorkomen dat BOA's nou druk zijn met onze studenten. Maar ik sluit het ook weer niet uit. Nee, we gaan het zien de komende tijd. In ieder geval heel veel wijsheid gewenst. En succes de komende tijd bij het ROC van Twente. Trudy Vos hoorde je, bestuurslid daar bij het ROC van Twente. Dank u wel. Ja.